Nu het Antwerps, en jullie zitten hier lekker gezellig in het Antwerps te praten. Jullie liedjes zijn ook in het Antwerps heel bewust gekozen. Ja. Uiteraard, we zijn jongens van, ja, is van Stolbroek, waar de fiksjes van een don komen. Ja, muzikaal talent, hè? Ja. Nee, nee, maar we zijn eigenlijk, laten we zeggen, Antwerpen is. Dus wij zijn hier nog smoter. Zijn jullie geboren ook dus? Wij zijn alle twee geboren in de Pieter van Oudbogenstraat. In de Pieter van Oudbogenstraat, dus ras echte Antwerpen. Dat zullen er wel veel zijn, denk ik. Ja. Nu, ondertussen is er iemand bij komen zitten die dat Antwerps promoot. Een spotneus. Ja. En jullie kennen hem waarschijnlijk. Filip Kamerman, welkom. Filip heeft net een boek geschreven over het Antwerps dialect. Een studie erover en meer bepaald hoe schrijf je nu dat Antwerps. Filip, het is nog niet moeilijk genoeg met die nieuwe spelling voor het AN. Nu moeten we nog leren Antwerps schrijven. Hopelijk, ja. Waarom een boek over hoe schrijf je Antwerps? Wel, ik wou het zelf eens iets in het Antwerps willen schrijven. Dat was toen een gedicht van Hugo Claus, dat zoals het ingesproken werd door Wannes van de Velden op een van zijn albums. En ik heb toen gemerkt hoe moeilijk het is om op een logische manier Antwerps te schrijven, op een consistente manier ook. Ik ben erover beginnen denken, dat is ondertussen jaren geleden. Ja. En ondertussen ben ik zo ver dat ik heel vlot Antwerps kan schrijven zelfs. Maar jullie kunnen vlot Antwerps klappen, praten, maar hoe zit het met schrijven? Dat is altijd een probleem, hè? Je moet ergens een grens trekken, maar dat is voor het onleesbaar. Je mag niet fonetisch echt gaan schrijven, dan... Nu, Filip heeft dan een eigen manier ontwikkeld. Een manier die jullie zouden willen gebruiken voor jullie liedjes? Wij hebben juist een deal gemaakt. Ah, een deal, vertel. Ja. Dus jullie gaan zijn spelling gebruiken, of zijn manier van schrijven. Voor onze volgende cd die want we maken. De teksten van hen, van Catastroof, staan onder andere ook in jouw boek. Ik heb de bekendste Antwerpse teksten in mijn boek gezet als voorbeeld van de schrijver. Wie nog zoal? Catastroof? Dus naast Catastroof ook de Strangers, Wannes van de Velde, Axel Peleman en Hugo Matthijssen. Wat zou je nu met het boek willen bereiken, Filip? Ik hoop dat die schrijfwijze aanslaat. Dat mensen die Antwerps schrijven eens kijken naar deze manier. Ze kunnen ook op de website kijken, naar antwerps.be. Ja. Daar wordt het sumier uitgelegd. In het boek wordt het wat gedetailleerder uitgelegd. Als je die studie hebt gemaakt, wat is jou het meeste opgevallen aan dat Antwerps? Ik heb zo geleidelijk aan de Antwerpse grammatica zelf ontdekt eigenlijk. En bij elk aspect, bij elke woordsoort, stel ik eigenlijk vast dat Antwerps iets of veel complexer is dan het Nederlands. Wat misschien niet is wat de meeste mensen zouden verwachten. Rijker, gevarieerder. Ja, ja. Hoe zou dat komen met onze rijke geschiedenis misschien? Of? Misschien. Ik denk dat het Nederlands misschien vroeger ook complexer was, maar dat het geleidelijk aan vereenvoudigd is. Terwijl dat hier in Vlaanderen niet zo het geval is geweest. Hoe is het nu, als je nu in het Nederlands liedjes teksten zou schrijven of in het Antwerps? In het AN of in het Antwerps? Is er een moeilijker iets? Is het Antwerps moeilijker dan het Nederlands? Of hoe ervaren jullie dat? Het is een specialiteit, denk ik. Het blijft best goed hetzelfde, want hetgeen die Nederlands ruimt er hem niet in het Antwerps. Nee. En vice versa. Ja, vice versa. Dus wij kunnen eigenlijk, de bestand zo van die uitgaven, rijmwoordenboeken. Daar hebben wij heel weinig van in het Antwerps. Dus wij moeten eigenlijk proberen van een ruim op onze eigen manier te laten ruimen. Het is moeilijk uit te leggen, maar ja. Ja, het is een aparte taal. Hè? Bijvoorbeeld een woord als nergens gebruiken waar je inderdaad daar, maar dat is Devraas. Ja. Dus ruimt er maar op. Ja, inderdaad. Ja. Filip, wordt het Antwerps dialect, als je zo die studie hebt gemaakt, meer gesproken dan vroeger of verdwijnt het stilletjes aan? Wat is jouw conclusie? Ik denk dat Antwerpenaren nog altijd Antwerps spreken, maar dat hun Antwerps geleidelijk aan meer verwaterd. Zeker van jongere generaties, mijn generatie bijvoorbeeld. Het wordt een tussentaaltje, merk ik vaak. Hè? Ja. Alle Vlaamse streektalen een beetje evolueren naar een gemeenschappelijk algemeen Vlaams of zo, dat dan wel overal met een eigen accent wordt uitgesproken. Ja. En ik denk dat over een enkel generaties, dat als het zo voort zou gaan, dat je dan alleen nog Vlaams wordt met een Antwerps, een Limburgs, een West-Vlaams accent. Maar je hebt nu zo een beetje toch een revival. Denk aan de fixkes. Ja, er is ook door het verdwijnen gaan veel mensen zich realiseren dat ze wel van die streektalen houden. Ook zeker in Antwerpen des te meer dan ergens anders, denk ik. En dat is positief, dus er is zeker interesse voor, belangstelling. En dat is dan weer een tegenwicht voor het verwateren natuurlijk. Ja, ik denk dat het sneller evolueert nu dan het ooit geëvolueerd is geweest. Ik ben nog in het Antwerps opgevoed. Dus mijn ouders die spraken vlekkeloos safe hooks Antwerps tegen mij. Dat is weer iets anders. Maar ik heb zelf gezondigd, mijn kinderen, heb ik in zo'n half A-N taaltje opgevoed. Mijn zoon zingt soms ook in het Antwerps. Die moet soms aan mij vragen, zeg, pauw, hoe zeggen ze dat in het Antwerps? En ik denk, zijn kinderen zullen ook weer in het A-N opgevoed worden. Dus dat is telkens aan dat echt het Antwerps dialect sneller eruit gaat gaan dan dat het vroeger het geval was. Ja. Maar het gepeupel zal blijven natuurlijk. Hè.
Alleen de marginalen, die blijven. En door zeggen, dat is ook, dat catastrofe is ook, na 30 jaar en dat wordt 100 jaar gewoon. Hè. Voilà. Nu, je kan ook dat Antwerps eens beluisteren, want er is dus jullie website met ook geluidsfragmenten. Ja. En dat is dus www.antwerps.be. Alle voorbeelden uit het boek worden daarin gesproken, zoals mijn taalkursus. Kunnen we eens kijken. Of anders gewoon het boek kopen, Antwerps schrijven, door Philip Kamerman, ligt in de boekenwinkel. Philip, heel veel succes daarmee. Heren, mag ik jullie uitnodigen naar mijn eetkamer? En als je recht staat, ik hoop dat het niet te veel kraakt. Zo na 30 jaar wordt een mens al wat ouder. Hè? Maar dan heeft Rob wel een middeltje.